Yo mensen, welkom weer in een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. We gaan namelijk een Arduino YouTube teller klokje maken. En ook nog een shout-out naar Serveas. Hij maakt allemaal leuke filmpjes over Fortnite. En mocht dit nou te moeilijk zijn om thuis na te maken, je kan ze bij mij bestellen, in elkaar gezet of niet. En meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot zo! Wat je nodig hebt is een Max 7219 dot matrix display module. En dan hebben we ook nog een ESP 8266 D1 mini wifi module nodig. En dit gebruik je heel veel voor IoT. Dat betekent internet of things. Het is een dingetje wat je bijvoorbeeld stopt in een barometer of in een windsnelheidmetertje, dat soort dingen. En dan heb je ook nog wat dun stroomdraad nodig, een soldeerbout en natuurlijk wat soldeer. Een kastje, dat ga ik nog zelf maken, ik weet niet hoe ik dat ga maken. En natuurlijk een YouTube kanaal. Waar we mee beginnen is we gaan de connectors vastmaken aan de wifi module. Deze soort connectors moet je hebben. Oké, dan pakken we de connector. Die stoppen we hierin. Die draaien we een klein beetje vast. Zo. Dan pakken we de wifi module. Even kijken met deze kant hier. En dan gaan we hem erin leggen. En dan gaan we het vast solderen. Hetzelfde doen we met de andere kant. Het soldeerwerk is klaar. Dat was niet heel veel. Alleen dan moeten we nu de draadjes aansluiten. Oké. Dus ik heb hier een klein schemaatje gemaakt. Daarin zie ik alles. Oké, eerst prik ik even alle draadjes hier mooi in. Dat hoeft niet op een bepaalde manier. Oké. Deze draadjes heb ik zo mooi aangesloten. Dan gaan we nu bij de module te werk. Daarvoor heb ik het schemaatje nodig. Want degene die de display VCC, dus dat is deze, dus de bruine. Die moet ik naar 3V mini, dus deze. En die sluit ik dan aan. Hebbes. Oké, dan de volgende. GND, dat is rood. Die moet even kijken naar GND mini. GND is trouwens de ground. Dus de min is dit. Deze. Hup. Oké, dan moet je DIN naar D8 mini. Oh ja, trouwens, ik laat even nu het schemaatje in beeld zien. Oké, dan gaan we weer verder. Want waar was ik gebleven? DIN volgens mij. En moet naar D8 mini. Dus waar zit D8? Hier. CS. Dat betekent CS is load pulse. Moet naar D7 mini. Dus CS. Dat is geel. D7 mini. En dan de laatste. CLK naar D6 mini. CLK. Dat is groen. Nou, dat was ook wel logisch. D6 mini. Oké. Ik heb ze allemaal aangesloten. Als je dit ding wil programmeren, moet je naar de website gaan. www.arduino.cc. En dan moet je het programma downloaden. En die open je dan. Als je het programma eenmaal gedownload hebt, moeten er in het programma nog een paar dingen gebeuren voor de module. Start Arduino, oftewel Sketch. Vergroot het scherm en ga naar bestand. Ga dan naar voorkeuren.
En plak het linkje wat hieronder in de description staat, wat je hier ook nu op het scherm ziet, op in Meerbord Management. Druk dan op OK. Na het linkje geïnstalleerd te hebben, gaan we nu naar hulpmiddelen en dan naar Boor, want we moeten het board beheren. Daar gaan we dus nu naartoe, boordbeheer. Daar klik je op en dan typ je in 8, 2, 6, 6. Daar klik je dan op en dan zeg je installeren. We hebben het board gedownload, dus we kunnen het nu sluiten. Dan moeten we nu het juiste board kiezen. Dus we gaan naar hulpmiddelen. Dan ga je naar Boor. En dan ga je een best wel groot stukje naar beneden. Even kijken. Daar staat hij. Wimos D1R1. Daar klik je op. Download nu het code voor het klokje. Het linkje staat hieronder. Na het gedownload te hebben en het uitgepakt te hebben, klik je erop. Er moeten 5 kleine dingetjes aangepast worden. We moeten namelijk de rotate van 90 naar 270 verplaatsen. Dan moeten we nu ook de SSID moeten veranderen naar je wifi gegevens, want je klokje maak verbinding met de wifi. Buiten de wifi gegevens moet je ook nog je AP3 YouTube gegevens invullen. Google even hoe je die krijgt, want het is heel makkelijk. Het hele internet staat er vol mee als je erop zoekt. Dus moet je even opzoeken, dan kan je het invullen. Je hebt ook nog je kanaal ID nodig. We gaan nu de code uploaden naar het apparaatje. Dus plug de USB-kabel hierin. Nu gaan we de code naar het apparaatje uploaden. Dat doe je door op dit pijltje te drukken. Het programma gaat nu compileren en uploaden. Hier zie je hoe lang dat gaat duren. Oké, hij is geüpload. Zal hij het doen? Zo te zien zegt hij wifi, dus hij maakt wifi-verbinding. Hij is verbonden met YouTube. Oké, 16:35 is de tijd. Klopt. Abonnees, 1394. Klopt. Weergave, 45.521. Klopt. En video's, 75. Klopt ook. En als je deze video erbij telt, is het 76. Top, hij werkt. Nu nog een beetje bijwerken. Oh, idee. Ik gebruik Lego. Daar kan ik een mooi kastje van maken. En dan zit alles zo erin. Oké, ik ga even een kastje bouwen voor het klokje. Zie ik jullie zo. Ik heb hem in elkaar gelegoed. Zoals je kan zien met de kleuren van Nederland. Want de koning is natuurlijk jarig en Koningsdag. Als je hem koopt online, dan kan je hem in een kastje kopen. Je kan hem ook zonder kastje kopen en je kan hem in elkaar gezet kopen en niet in elkaar gezet kopen. Dus check het vooral even. Wil je er een hebben? Ga dan hieronder, staat het linkje, daar meteen heen. Kan je kopen voor niet heel veel. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan vooral niet te abonneren. En doe natuurlijk het duimpje omhoog. Klik dan ook op het belletje. En deel dit linkje met iedereen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.